Voordat we gaan kijken, mag ik één ding zeggen? Zullen we elkaar beloven om geen ruzie te maken? Dat kan ik niet beloven. Hè? Dat kan ik niet beloven. Waarom niet? Nou, dat ligt aan wat ik zie. Ja, maar dit is verleden tijd, hè? Dus? Als, zijn er dingen die ik niet weet? Zijn er dingen die je mij nog moet vertellen? Nee. Weet je? Nee. Nee. Zijn er dingen die je mij nog moet vertellen? Oh, nu doe je alsof jij het hebt gemaakt. Nou? Nee. Heb je dit al helemaal opengezet? Ja, lief, hè? Eigenlijk is het grappig, want voor ons is het gewoon spannend om te kijken. Terwijl we zelf hadden daar meegemaakt. Mm-hmm. Ja. Oké, zullen we beginnen? Temptation. Oog in oog te staan met de vrijgezellen die er alles aan zullen doen om te bewijzen. Ja? Dat geen enkele relatie feit. Ik hou classic, want daar hou ik jammer van. Maar niet van die schietje. Ik heb gehoord dat jij alle fucking vlakken tekort komt. Kort, nee. Wacht, die man was fucking nep, zag je dat? Man? Die man? Ja. Was dat echt? Wat is dit? Wat lelijk ook! Jeetje, wat lelijk! Ook gewoon voor alles, niet ja. Daar ergens achter gemaakt. Wat lelijk! Wauw. Ik weet het wel. Ik verwacht dat ik met jullie nog wel echt wat leukere, diepgaande gesprekken ga hebben met inhoud. In plaats van alleen lolletjes maken. Ik kan wel weer verder. En in de mannenvilla gaat Shirley's vriend Damien ook helemaal los. Ik ging echt drinken, zei ze drinken. Wat is dit? Kobro. En Kobro is de badjaar. Denk ik ook wel echt van gemaakt. Wat is dat? Wat is dat? Oeh, is een kijk. Hij gaat de fouten doen. Bij Damien heb ik het gevoel dat alles te vlot gaat. Hij drinkt veel, hij heeft heel vlotte conversaties met... Vooraan, als hij mijn secretaresse zou zijn... Dan zou dat best nog wel eens foute rol kunnen betekenen. Danielle laat dan ook geen kans. Wie mag nou een koppel? Als ik uiteindelijk moet kiezen wie je zit en deze, nou, dan kan het zijn. Ik denk dat ze het wel gaan. Wie doet dat dan? Ja. Alleen Damien. Ja. Ik heb een vraag met hem. Heb je daar geen, jij zit aan tafel met twee mannen lekker in gesprek te houden. Ja, ik ging als laatste naar bed. En ik ga heel vroeg naar bed. Dus wie is hier nou de beter eigenlijk? Oké, maar ga je vroeg naar bed omdat je niet gezellig vond? Of omdat je dacht, laat me maar naar bed gaan. Want omdat anders ik niet kan gezellig, ik me niet aan het was. Oh. Rot op. Stap op. Ja? Hij komt er ook bij het op bed brengen, alleen een glas water. Nee, hij gaat er niet blij mee zijn, maar ik denk ook niet dat hij... Ja, hij weet al hoe ik ben. De laatste avond en ik heb nog niks met Jasmine gedaan, dan lig ik naar Sirius. Jonah. Hoe heb ik nou weer op mijn hoofd? Ja, wat is dit nou weer, Shane? Goedemorgen. Ik was even just to be sure dat hij in zijn bed lag. Wat een onzin, just to be sure dat hij in zijn bed lag. Nou, hij heeft helemaal niet meer achterom gekeken hoor. Fabrizio zat gewoon lekker met chickens om zich heen. Just to be sure dat Thomas is op het. Ik zeg niks. Oh, goed gedaan. Toch gaan we de vrijgezellen aan zijn oprechtheid. Weet jij het hand gelopen? Oh, het is gewoon super gezellig. Ja? Het is een beetje te gezellig, maar. Te gezellig, zeg jij. Het is gebeurd hier en daar, maar. Ja? Dus je hebt gelijk de eerste avond gewoon gelijk niet een beetje gefleurd hier en daar. Dat zijn we hier toch? Ja? Jij bent echt een kneus. Eerlijk gezegd. Oké, maar waarvoor zeg je dan nu net tegen mij, ja, ik ging als eerst naar bed. Ik ging ook naar eerst naar bed. Maar ik ging ook als eerst naar bed. Oh, maar omdat je niet zag dat jij had geflirt, dacht je dan, laat ik het maar niet zeggen. Maar hier verraad je jezelf toch weer. Nee, ik was wel eerlijk. Hebben jullie lekker geslapen? Dan kan je nu wel vertellen dat iedere keer, als je vanaf nu vuurwerk ziet, dan weet je dat aan de andere kant een regel is overtreden.
Hebben jullie een beetje veel vuurwerk ingeslagen? Over de schepen gesproken, jongens. Ik zeg je. Lekker jullie eerste date met de groep. Kijk. Dat zijn een broekie. Maar het is altijd toch wel. Ja, het doet wel wat met je hoor. Je hebt toch een beetje maken. Maar dan van de andere kant. Oh, ja, maar jij wordt echt heel erg onzeker van jou. Dat weet ik zeker. Sowieso. Sowieso, zes en half. Ik denk echt dat ze gaan huilen. Ja? Dat is echt, wordt heel confronterend voor hen. Eén dag voor aflevering. Mag ik je net, Tita? Bam. Zij is zo verliefd. Ja! Wat zeg je nou tegen haar? Met je net, Tita? Wat is je telefoon? Echt lomp. Je beschouwt haar gewoon even. Ik zie dat niet als concurrentie. Wat doet hij hier zo? Om daarmee de fout in te gaan, dan zet ze me gewoon verschut. Het is gewoon respectloos. Dat is gewoon respectloos. Lekker, Damien. Mijn vrouwtje is nu voor jou, trouwens. Oh. Hi, ik ben Brenda. Er kwam een blonde boerin op me af. Ik zit er misschien onschuldig uit, maar stille water hebben diepe gronden. En dan had ze nog zo'n mannenstem of zo. Ik ben Brenda. Waarom gaat ze op jou? What the fuck? Ik dacht, ik word met haar besproken. Ik dacht ook, wat een onzin. Moest nog iemand extra naar mij of zo? Maar ik kreeg de meeste van hun allemaal ook. Maar mag ik wel één ding zeggen? Niemand wilde naar jou, hè? Ik zweer het, niemand. Maar dat snap ik ook eigenlijk. En de jongens die er dan wel waren gaan, was echt een soort van overwinning, zeg maar. Want iedereen dacht dat jij hen ging aanvallen. Iedereen zei ook van ja, maar ze ging ook aan mij vragen, ja, maar hoe is Quinn dan een beetje? Denk je dat hij gelijk? Ik zei, ja, ik zou wel oppassen. Jij bent ook lelijk. Hey, ik ben Sinee en ik ben niet gekomen om ruzie te maken met boze vriendinnetjes. Ik houd classy, want daar beschouwt jou wel geen. Maar niet van die glitterjurk, meid. Vandaar zei hij heel wat anders. Ja, dat zou ik zeggen. Sinee met de circus jurk. Ja, leuk. Ik zeg je eerlijk? Zonder van die oud. Ze hebben jou wel een beetje onzeker neergezet, man. Maar kijk ook hoe je wegkijkt daarna zo. Ze beschouwt jou gewoon en ze zegt, kom, ik kom nu met boze vriendinnetjes. Wat, ik had jou eigenlijk meer pit verwacht, hè? Hebben nu niet zoiets van, nou ja, eigenlijk had ik wel wat film te reageren. Nee. Hoewel de heren in Villa van Surya zich erg sterk voordeden tijdens de confrontatie, lijkt het vooral bij Quinten er toch te hebben ingehakt. Lucht heeft voor u veranderd, hè? Ja, man, ik ben echt gaan realiseren dat ik haar niet kwijt wil. Ja. Zie je, schat? Ik ben wel benieuwd naar haar reactie. Nou wel. Ja. Maar ik merk ook gewoon nu dat, zeg maar, als zij iets doet, dat geen stoere kun naar boven gaat komen. Gaat een hele emotie. Heel anders. Ja. En dan word je gewoon verdrietig. Ja, je wordt niet boos, maar je wordt, ja. Maar focus, man. Focus. Zo. Nu, ja, gaandeweg begin ik wel steeds meer aan mijn vriendin te denken en haar te missen en ja, begint het wel moeilijker te worden. Zo, zeg jij dit nou? Zullen we het even nog een keer uitspelen? Meen je dit nou? Ja, hè? Het is niet te geloven. Dag, ben je je mis, man. Blauwe ogen. Ben ik toch wel lief van jou altijd, hè? Heeft iemand wat gebroken? Iedereen. Dus jij had ook verwacht dat ik zou vieren, ja, hè? Ik dacht echt, dit wordt draai hel. Ik zei ook tegen mensen, goh, die dingen zijn nog niet bereid zo kort. Dus mensen gingen ook daar naartoe met hoor. Ja. Maar dat hadden ze ook bij jou. Ja. Niemand was bang voor de rest, alleen voor jou. Weet je wat ik grappig vind? Hier mis je me. Maar toch? Nou, maar dat zien we later in de aflevering. Dat komt door jou, hè? Dat is me helemaal nee, niet. Ik breek mijn hart hier. Nee. Rot toch op, jij hebt mijn hart al 50 keer gebroken. Maar eigenlijk is dit toch zo kinderachtig? Wat? Staat iedereen met die pistooltje, met die wapen? Daan kent tot het besef dat hij Shanna heel erg mist. Maar hij lijkt in verleidse Sinee een waardige vervangster te vinden. Hier, dit ook. Ja, maar ik doe toch niks? Ik sta... Nou, hoezo moet dat? Hoezo? Maar dan weet je toch zelf ook, ik ben echt dom bezig? Nee. Wat? Hoezo moet dit? Het is nergens voor nodig. Ja, kan je weer zo stom zitten lachen? Ook in Villa Spice is het feestje van start gegaan. Yo, je hoeft nu niet aan te kijken. Oh, hoezo moet dit dan? Hoezo moet dit dan? Oké, mag ik even wat zeggen? Ik sta daar in mijn pyjama. Dus? Dus, ik sliep waarschijnlijk al half. Nee, dat is anders wel heel gezellig. Dit is stoei. Maakt niks uit, Shen. Wel. Stoei. Ja, Shanae. Ik heb doodvuur.
Luister eens. Ik en Stoe hebben het gewoon hartstikke gezellig daar. Mag ik ook een keer een dansje doen? Ik vond er geen fek aan die avond. Ik vond het ook zo. Nou, jij vond het niet zo saai. Ik had toch wel bepaalde seksuele spanning, voelde ik. Ja, ben ik gewoon heel eerlijk. Blijf natuurlijk een vet. Seksuele spanning. Want kijk, dat vind ik ook wel raar. Want je zegt wel, oh ja, dat deed ik allemaal niet mee. Maar iedereen is daar gezellig en jij zit daar weer met haar in zo'n eitje. Dan ben je toch dom bezig, eigenlijk al. Ik vond het wel gezellig. Maar, even serieus, dan ben je toch eigenlijk al dom bezig? Nee, joh. Ik kon nog daar met Temptation aan te gaan, of niet? Ja, maar jij zoekt... Ik kan ook weer gaan slapen. Ik kon je beter doen. Mee, mamoe. De confrontatie met de singles besefte Shanna niet kwijt te willen. Heeft ja. Alleen nog al... Snap je? Je beseft dat je mij niet kwijt wil, maar... Ja, maar wat moet ik dan? Ik zit daar nog. Met één iemand. Ja, maar ik zit daar toch nog? Oké, maar ga je toch dan... Ga je nee, die andere vond ik niet interessant. Nee. Dan ga je toch jezelf omringen door de hele groep. Dan ga je toch niet afstand aan de zijkant samen. Ja, maar je weet toch hoe ik ben. Ik ben oké, maar dan ben je toch dom. Nee, waarom? Want dan, dan ga je nu je emotie bij iemand leggen. Nee, want ik doe toch niet. Ik heb gewoon even afleiding. Ja, met een meid met krullen. Dat is echt dom, sorry. Nee. Nou, maar hij is toch dom? Ik snap dat niet. Ga je eerst zeggen, ja... En ik mis Shanna. Ja, maar dat is maar toch ook gewoon zo. Nou, sorry, dan ben je gewoon in mijn ogen echt dom. Life goes on. Ja, hé, dat is je ziet toch onschuldig, man. Ik ben onschuldig. Ik maar je hoeft niet met iemand onder de douche te gaan staan. Nee, ja, dan ben je toch dom. Zeg, kan je alsjeblieft... Vind je dat niet dom van jezelf dat je met iemand... Jij zoekt geen iemand op de hele tijd. Jij gaat zelf met iemand onder de douche. Ik vond dit niet zo heel erg. Nou, als jij dit zou doen, zou ik het niet zo erg vinden. Nee, omdat je weet dat ik er ook niet eens achter zie. Ja, ik toch maar niet. Jij denkt altijd met je pik. Ja, jij bent gewoon een knus. Vond je hem leuk? Ja, maar ik had hem niet verwacht bij jou. Dat is dan puur gepast. Maar ik vond hem helemaal niet leuk. En dan zou ik zeggen, nee. Want ik heb weer toen hier ook wat gezegd. Wat, nou, en toen moest Jasmine huilen. Ging ze huilen naar bed. Huh? Ja. Ik zei nou, ik vind hem helemaal niet knap. Nou, ja zeg. Het is hetzelfde als Beyoncé met JC. JC is ook niet zo knap. Ja, ik verwacht bij jou een knappere jongen dan Thomas. Ja, maar Thomas vind ik heel knap. Het is geen lelijk jongen, zeker niet. Oh, dus toen zei Mitch... Maar jij bent zo... Ja, maar Mitch keek mij zo aan. Die zei, wat zeg je nou? Toen zei ik, ja, moet ik gaan maar zitten zitten dat ik hem knap dom, vind. Jij is dat echt aan de kant. Jij kan het beter bij de mannen kunnen horen. Nou, ik had het beter bij de mannen kunnen horen, want die meiden... Ik denk dat jij hun vindt jou niet meer leuk na het zien van Temptation. Moet ik dan zeggen, jij, team ja, jouw vriend is zo knap. Nee, dan moet je tegen Mitch zeggen, nou, dat is gewoon een leuke jongen. Als hij hem leuk vindt, dan zijn hem leuk. Hoezo tegen Mitch? Het gaat over haar vriend. Dan zeg ik toch gewoon tegen haar? Nee, dan moet je zeggen, je moet gewoon altijd aan je girl's side staan. Ik zeg gewoon tegen Jasmine eerlijk wat ik van haar vriend vind, mag toch? Ja, met een rare chick, man. Ja, een guy eigenlijk. Maar als ik helemaal niet... Zielig, man, van haar. Eigenlijk, maar als je nu haar wil inpakken, dan zeg je schat, kom, je hebt gewoon een hele leuke vriend, ik weet niet wat hun praat, hè. Ja, en dan kan je echt, maar... Het is geen tactiek wat ze nu aan het doen zijn, hè. Ja, toch, als jij mist, kijk hoe je erbij staat. Jij houdt gewoon heel veel. Zie je? Hij, ja, joh, nou pak het slim aan. Hele slimme jongen. Ik wil dat hij mij trots maakt, weet je. Ja, hij pakt het zo de druk aan. Jonah, ondanks dat hij in het begin... Zie je, ik vind het helemaal leuk. ...toch wel een beetje heftig op mij afkomt. Dat trap je in. Opa, ingepakt, huts, opgehouden meenemen. Het is ook wel een beetje... Wie in de mannenvilla ook niet heel slim bezig lijkt te zijn, is Shanna's vriend Quinten. Zie je, alles gaat over jou. Kijk hier, kom knuffel. Voor wat moet je haar weer knuffelen? Kijk, ik geef iedereen een knuffel. Quinn, het hoeft ik niet. Ik geef iedereen een knuffel. Maar je gaat niet slapen. Ik kan niet tegen drank. Maar jij zei juist, ik moet veel drinken, zodat ik mijn Temptation aan ga. Heb ik gedaan. Je bent gewoon echt de meest domme jongen die ik ken. Ja, dat is gewoon gezellig. Je bent gewoon gezellig. Dat het wel een probleem gaat kunnen worden. Kijk, kijk, kijk. Nee, knuffel. Maar mag ik even wat zeggen? Dan begrijp ik ook niet. Dit komt dan... Snap je? Wat laat me niet dat? Achterkomen dat er nog één woord wordt gesproken. Ja. Echt, ik zweer het. Mitch hebt jou net nog. Ja, dus? Blokkeer hem dan nu. Maar hoezo? Want praat ik met hem raar? Ik praat ook niet raar met haar. Dat boeit me niet, want jij gaat zo in die verleiding en weet ik het wat allemaal. Helemaal niet, ik bedoel niks. Ja, sorry, ik vind dat voor een dag twee niet normaal. Dat was toch mee. Ik vind dat niet normaal. Oké, maar kijk wat de volgende keer gaat gebeuren. Maar kijk, hoe kan je weten dat je zo bent? Ik heb toch niks gedaan? Oké.
Ik ga naar de kapper. Ja, kan je lachen. Ik vind jou gewoon een domme jongen. Nou mensen, ik ben er bedankt voor het kijken. Ik ben mijn vriendin echt mis. Nou sorry, ik weet niet in welk gedeelte je me had gaan mis dan. Dat ik je lichaam niet had ingesmeerd met body lotion of je teennagels niet had geknipt. Of ontbijt voor je had gemaakt. Ik weet niet waar je me miste. Domme jongen. Ik ga zoeken naar iemand anders. Hey, die volgende afleveringen gaan we best niet meer kijken, man. Oh, kijk, weet je wat ik dan nog irritant vind? Dat je dit ook nog überhaupt durft te zeggen. Hoe kan je zeggen, ik vind dat ik mijn best heb gedaan. Als je dag 2 met iemand in het zwembad zit. Met iemand onder de douche staat. Want wat heb je van mij gezien dag 2? Wat heb je van mij gezien? Ik ben van alle boys wat rustigst. Wat heb je van mij gezien? Ik ben toch het rustigst van alle boys. Oh ja? Ik vind Damien anders ook rustig. Ik vind Fabrietje anders rustig. Dus ik ben het rustigst. Rita niet te douchen. Nee, dat is nou wel de titel te spijten. En te knuffelen. En te knuffelen. Te knuffelen en een knuffel. Is toch niet nodig? Als jij iemand goed, als op een feestje bent, geef er ook een kusje en 3 kusjes en een kus. Jij, ja, maar jij niet. Echt wel? Quinn, jij niet. Ik doe dat wel, omdat ik gewoon voor de gezelligheid altijd. Maar jij bent niet zo, dat weet je zelf ook. Echt wel, op een feestje wel. Ja, omdat je lang bent en dan aandacht zoekt. Nee, dat is geen aandacht. Ik wil gewoon lief zeggen, ik ga slapen naar bed. Dat kon je ook gewoon zeggen, doeg, ik ga slapen naar bed. Ja, ik kan ervoor gewoon slapen. Normaal is het sociaal, je dat. Oh, nu ben je in één keer sociaal, Rob. Toch goed, man. Weet je wat ik al... Ik vind het gewoon lelijk, want je gaat nu er helemaal omheen praten. Ja, geef gewoon toe dat je een domme keel bent. Ja, weet je. Je moet kapper weer, het is bijna tijd. Maar je moet er letterlijk over kwartier zijn. Ai, man. Nou mensen, dit was aflevering 2. Ik zit hier weer alleen, zoals je ziet. Dankjewel voor het kijken. En volgende aflevering komt weer op mijn kanaal, dat is natuurlijk veel gezelliger. Je weet het.